en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een super leuke nieuwe collectie van SheGlam uittesten. Voor de mensen die het make-up merk SheGlam niet kennen, dat is het make-up merk dat wordt verkocht bij Shein. Is gewoon een officieel make-up merk. Het is niet iets vaag Chinees of zo. Het is gewoon een officieel make-up merk die zich ook moet houden aan alle regeltjes en zo. Ik vind SheGlam echt een super fijn, super goedkoop merk. Ik heb er al een heleboel video's over gemaakt. En nou had ik gezien dat ze met een beginnerscollectie zijn uitgekomen. De Glam 101 collectie. En die collectie is echt gericht op de beginners om gewoon mooie make-up looks te maken. Ook al heb je nog niet echt de beste make-up skills. Dus wat wil ik vandaag doen? Ik wil een leuke beginners make-up look maken terwijl ik deze collectie test. En in de video geef ik ook wat make-up tips hier en daar voor beginners. Ben jij nou geen beginner? Geen probleem. Ik ben ook geen beginner. Deze collectie is gewoon voor iedereen. Het is niet dat je echt per se een beginner moet zijn om deze collectie aan te schaffen. Als je hem gewoon mooi vindt of een aantal producten, dan zou ik het gewoon bestellen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb alvast nog helemaal niks gebruikt. Dit is een eerste indruk video en laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze tutorial. Of ja, tutorial review. Ik heb de collectie hier liggen. De verpakkingen zijn echt prachtig nude en zo. Ik heb alles besteld. Letterlijk de hele collectie. Dus ik heb alle lipsticks besteld. Blush paletje, highlighter, kwasten, letterlijk alles. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die komt hier in beeld en staat ook beneden in de beschrijving. En dan tot en met 30 september heb je 15% van de website af met deze code. Deze video is geen samenwerking, maar ik had wel een kleding samenwerking met hun. En vandaar dat ik die code heb. Gewoon geldig op de hele website. Oké, laten we beginnen met allereerst de kwasten. En ik heb hier de gezichtskwasten set en de ogenkwasten set. En ik ga beginnen met de gezichtskwasten set. Want we gaan vandaag beginnen met de gezichtsmake-up. Dit is de SheGlam 101 Gezicht Essentials Borstel Set. En je krijgt 3 prachtige gezichtskwasten met aan allebei de kanten een kwast. Dit is echt super, super mooi. Ik hou van dit pakketje. Ik vind het echt prachtig. Het voelt ook gewoon lekker fijn aan. I love it. Het voelt aan als leer. Obviously is het geen echt leer. Maar zo voelt het een beetje aan. Slechts 6 euro voor 3 kwasten. En het zijn dubbelzijdige kwasten. Dus eigenlijk heb je 6 kwasten in plaats van 3. Wat ik wel een beetje jammer vind. Ik vind ze echt prachtig. Het ziet er echt toppie uit. Ze zijn ook heel zacht. Ze voelen heel zacht aan. Maar aangezien dit een beginnerscollectie is, was het fijn geweest als er op de kwast stond waarvoor je hem kunt gebruiken. Want ik denk dat vooral een beginner niet 1, 2, 3 weet waarvoor je elke kwast moet gebruiken. Ik zie hier online op de Shein website wel foto's staan met waarvoor je elke kwast moet gebruiken. Dat is wel fijn. Als je iets hebt van ik vind de kwast beter voor iets anders, dan kan dat ook gewoon. Je kunt gewoon doen wat jij zelf wilt, altijd. Voordat ik begin ga ik eventjes snel mijn gezicht primen. Het enige wat ik al heb gedaan is een dagcreme en mijn wenkbrauwen. En ik gebruik mijn NYX Honey Do Me Up primer als gezichtsprimer. Oké, ik hou gewoon deze afbeeldingen aan. Er staat waarvoor je alles moet gebruiken. En daar ga ik het ook gewoon voor gebruiken. Ik ga beginnen met de kwast hier. Want hier staat dat deze kant moet worden gebruikt voor foundation. Ik vind hem wel een klein beetje klein. Hij is niet echt heel groot. Dus dit duurt wel heel lang om je foundation mee aan te brengen. Maar toch ga ik hem daarvoor gewoon gebruiken dan. Ik ga in met mijn Huda Beauty Glowish Skin Tint in de kleur 5 Medium. Dit is een glowy skin tint. En die is altijd heel mooi om aan te brengen met een kwast. Omdat hij dan meer glow heeft of zo. Ik weet niet. Een spons haalt de glow altijd een beetje weg of zo. En dan ga ik het gewoon eventjes hiermee inwerken. Oké, het is echt een fijne kwast. Lekker zacht. Hij laat ook helemaal geen strepen achter of zo. Maar zoals ik al net zei, ik vind hem echt te klein voor mijn hele gezicht. Even ter referentie. Dit is wat ik normaal gebruik voor mijn gezicht. Kijk even dit verschil. En dit gaat gewoon lekker snel. Terwijl dit gaat echt heel erg traag. Dus ik ga even nog snel met deze kwast in om alles goed uit te blenden. Dus hij is gewoon fijn. Maar ik persoonlijk zou hem gebruiken voor iets anders. Oké, en dan aan de andere kant van de kwast zit de concealer brush. Dit lijkt me maar wel heel geschikt als concealer. Het is zo plat en een beetje schuin afgesneden. Dus hiermee kun je heel fijn je concealer uitblenden, denk ik. Ik gebruik nu mijn Zoeva concealer in de kleur 100 Destiny. Ik breng ook altijd concealer aan zo hier in deze oogholte. Of hoe ik het ook moet noemen hier binnen. Want daar is het bij mij altijd een beetje donker. En dan voor een mooi gelift effect breng ik zo ook hier concealer aan, zo omhoog. En dan lijkt je gezicht straks iets meer gelift. Breng concealer aan op alle plekken waar het licht natuurlijk ook opvalt. Dus hier zo bij je kin, hier een beetje bij je voorhoofd.
en op de neus. Als je een kleine voorhoofd hebt, breng dan wat meer aan. Als je een grote voorhoofd hebt als mij, breng dan iets minder aan. Want als je al een grote voorhoofd hebt en je brengt heel veel concealer aan, dan lijkt hij nog groter. En dat is niet wat je wilt als hij al groot is, maar wel als hij klein is. Oké, dan ga ik in met de concealer kwast en dan lekker uitblenden. Ik blend concealer persoonlijk gewoon altijd uit met een spons. Dat vind ik altijd fijner, maar laten we gewoon deze kwast proberen. Zo uitblenden met een kwast geeft een heel mooi naturel effect ofzo. Oké, nee, ik vind dit niet zo mooi. Deze kwast haalt iets te veel dekking weg. Het is nou gewoon alsof ik bijna geen concealer op heb. En dat vind ik persoonlijk niet mooi. Ik denk dat ik gewoon concealer zou blijven aanbrengen met gewoon een beauty blender. En dat ga ik nou ook doen. Ik ga even wat meer aanbrengen hier bij de ogen. En dan uitblenden met deze spons. Deze spons is van Morphe van de Coca-Cola Sherry collectie. Oké, ik vind de kwasten beide heel fijn. Alleen zou ik ze persoonlijk gewoon gebruiken voor andere dingetjes. Oké, dan heb ik hier de andere borstel met ook weer twee kwasten erop. En ik ga beginnen met de kwast hier. Of ja, kwast. Hoe moet ik dit noemen? Gewoon echt alleen maar dit stukje. I don't know. Ik noem het gewoon kwast. En deze is gemaakt voor poeder. Dus daar ga ik hem ook voor gebruiken. Ik breng mijn poeder altijd aan met zoiets. Maar ik haal het er altijd af met zo'n soort kwast. De kwast die ik normaal gebruik om poeder ermee af te halen is mijn Elf Blush Brush. En zoals je kunt zien, ze lijken echt heel veel op elkaar. Dus ik denk dat dit daar inderdaad ideaal voor gaat zijn. De losse poeder die ik ga gebruiken is mijn Makeup Studio Poeder. Dit is de Translucent Powder Extra Fine nummer 1. Alles wat ik vandaag gebruik staat ook beneden in de beschrijving. En dan breng ik het gewoon eerst zo aan als hoe ik altijd doe. Ik ga hiermee baken. Dit is echt een super fijne techniek als je wilt dat je make-up lang goed blijft zitten. Als ik niet bake, merk ik echt dat mijn make-up wat minder lang goed blijft zitten. Het is nu pas 11:15 en ik ga nog vanavond naar de bios en alles. Dus mijn make-up moet de hele dag goed blijven zitten. Oké, nou zit het erop. Ik heb een droge huid, dus ik haal de poeder er altijd gelijk van af. Als je een vettige huid hebt, laat het dan eventjes zitten. Want dan gaat het lekker zo in je huid zitten. En dan wordt je huid wat minder snel vettig. Nou ga ik met deze kwast in en dan ga ik de poeder eraf halen. Ik vind hem al gelijk heel fijn aanvoelen. Hij haalt de poeder makkelijk en snel weg. Nou, dit ging echt toppie. Het haalt de poeder echt goed weg. I love it. Oké, ik heb heel eventjes snel mijn neus gecontourd. Nou ga ik in met de laatste kwast. Deze heeft ook twee grote fluffy kwasten. En ik ga beginnen met een beetje schuin afgesneden kwast. En die is ideaal voor contour. Ik ga in met mijn Revolution Contour paletje. En dan gebruik ik de kleur hier. Deze heb ik ook gebruikt voor mijn neus. En dan pak ik een klein beetje van die kleur. En dan ga ik hiermee een beetje contouren bij mijn wangen. Gewoon heel lichtjes, niet te veel. Je moet altijd zo hier onder je jukbeenderen blijven. Oké, dan ga ik heel even snel mijn gezicht hydrateren met mijn Action Max & More Fixing Spray. Dit is echt een hele belangrijke stap, want hiermee blendt al je make-up zo mooi in elkaar. En dan lijkt het alsof je minder make-up op hebt dan dat je hebt. Nou, mijn gezicht ziet er echt goed uit, vooral na die fixing spray. Het is zo fantastisch hoe die dat hele poederige en alles helemaal weghaalt. Nou ga ik mijn gezicht bronzen en daarvoor gebruik ik de andere kant. Dit is de poederkwast en die is gewoon voor al over poeder. Ik persoonlijk gebruik geen al over poeder, maar wel bronzen. Dus ik ga gewoon hiermee mijn bronzen gebruiken. En ik gebruik mijn Huda Beauty Glowish Bronzer in de kleur 0310 Light. Pak ik gewoon een klein beetje van die bronzer. Hij is wel een beetje klein als bronzerkwast, maar whatever. En dan ga ik mijn gezicht bronzen als hoe ik het normaal ook doe. Ik vind de kwast fijn, maar ik vind hem iets te klein als gezichtskwast. Hij had echt een stuk groter moeten zijn. Even ter referentie. Dit is mijn normale bronzerkwast. Kijk even dit verschil. En dit is mijn normale poederkwast. Dus ja, hij is wel echt iets te klein. De kwasten zijn allemaal best wel klein voor gezichtskwasten. En dan heb ik hier als laatste deze stippling brush. Ik gebruik zo'n kwast altijd voor cream blush. Maar ik heb hier in de collectie een poeder blush gekocht. Dus die wil ik gaan gebruiken met deze kwast. Dit is de She Glam Glam 101 Hybrid Highlighter en Blush Duo. Ik heb hem in de kleur Civiel. Dit was een beetje de medium kleur. Je had nog twee andere kleuren. En het lijkt echt een prachtige matte blush te zijn met een hele mooie highlighter. Dit ziet er echt super duper mooi uit. Ook weer een best wel kleine verpakking. Maar de verpakking voelt qua kwaliteit gewoon best wel goed aan. Maar hij is wel heel klein. Aan de andere kant is dat ook wel weer fijn voor op reis. Dit zijn dan de twee kleuren geswatcht op mijn hand. De blush en de highlighter. De highlighter leek niet heftig, maar op deze swatch lijkt die echt best wel mooi en heftig te zijn. Oké, laten we ingaan dan met deze laatste kwast. En dan in de blush alleen maar zo. Hij is wel lekker klein. Ideaal voor de kleine blush ook. Altijd aftikken. Altijd aftikken. Als je niet aftikt, breng je veel te veel aan. En dan ga je eruit zien als een clown.
Ik persoonlijk hou wel van veel blush, maar ja, ik wil er niet uitzien als een clown. Dit is echt prachtig. Wat een mooie kleur. Het is ook niet te heftig, dus ideaal voor beginners. Je kunt hem gewoon lekker opbouwen. Nou, dan heb ik alle gezichtskwasten gebruikt. Dan ga ik nou in met deze highlighter. Dus daarvoor gebruik ik gewoon mijn kwast, de Morphe R36 kwast. Oh, wauw. Die is ook echt heel mooi. Deze glow is echt prachtig. Het paletje is wel een tikkietje poederig, maar niet echt too much. Voor slechts 3 euro vind ik het echt een fijn paletje. Vooral voor beginners. I love it. En vooral die highlighter. Ik had echt niet verwacht dat ik die fijn ging vinden. Dan is het voor nu klaar met het gezicht. Mijn hele gezichtsmake-up is klaar. Dus we gaan beginnen aan de ogen. En ik heb ook een ogenkwastenset. Dit is de She Glam 101 Ogen Essentials Borstel Set. Je krijgt 4 verschillende kwasten met aan allebei de kanten een kwast. Dit ziet er ook weer echt super mooi uit. Voor slechts 4 euro. Super goedkoop. Dus deze kwasten gaan we gebruiken vandaag voor de ogen. En of course heb ik ook een nieuw oogschaduwpaletje. Dit is de She Glam Glam 101 Eyeshadow Palette. Super super benieuwd naar dit paletje. Ik hoop dat de kwaliteit goed gaat zijn. Je hebt 4 verschillende kleuren, slechts 4 euro. En ik ben voor de kleur Soleil gegaan. Dit zijn een beetje warme kleuren. Heel erg herfstachtig ook. En ja, het is al bijna herfst. Dus ideaal voor het komende seizoen. Alleen helaas is 1 kleur kapot gegaan onderweg. Dat vind ik wel heel jammer. Want dit is wel echt een hele mooie glanzende kleur. Je hebt, even kijken, 3 glanzende kleuren en dan 2 matte kleuren. En ja, helaas is hij dus kapot aangekomen. Maar ja, whatever. Dit paletje gaan we vandaag gebruiken. Nou, we zijn ingezoomd op mijn gezicht, zodat je alles beter gaat zien. Ik ga dus een ooglook maken met dit paletje en ik wil het wel een klein beetje makkelijk houden, aangezien dit toch wel een beginnersvideo is. Echt zo jammer dat deze ene kleur kapot is. Oh my god. En nou is hij eruit gevallen. Oké. Ik ga beginnen met deze mosterdachtige gele matte kleur hier. En de kwast die ik pak is deze kwast. Deze is een klein beetje fluffy. En dan ga ik die kleur aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ook deze kwasten zijn allemaal best wel klein. Dus ja, let er wel op. Als je een heel groot gezicht hebt, gaan al deze kwasten niks aan voor jou. Ik breng het gewoon zo rustig aan in mijn hele arcadeboog. Ik heb al gepruimd met concealer. Dan ga ik in met deze donkerbruine matte kleur. En die breng ik aan met deze beetje platte, schuin afgesneden fluffy kwast. En die breng ik aan hier in de buitenste hoek. Eerst druk ik het hier in op mijn ooglid. En dan ga ik het zo uitblenden in mijn arcadeboog. Maar ik blijf echt hier in de buitenste ooghoek. En dan pak ik weer die fluffy kwast van net. En dan ga ik het zo uitblenden bij de randen. En dan ga ik de 2 kleuren zo goed in elkaar blenden. Dat je niet zo een te harde lijn krijgt. Dan ga ik in met deze hele kleine ronde kwast. En dan ga ik beide deze matte kleuren aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik in met deze oranje glanzende kleur. Hij is oranje, alleen de glitters zijn een beetje goudgelig. En ik gebruik deze platte kwast. En dan breng ik die kleur aan over mijn hele ooglid. Dan met de fluffy kwast een beetje uitblenden bij de randen. Dan pak ik deze prachtige geel-gouden glanzende kleur. Die pak ik met deze iets grotere ronde kwast. En die breng ik dan zo hier aan op de rand, zeg maar, van de oranje glanzende kleur. Om een beetje een soort van shine hier te geven. Dan pak ik de highlighter van dit paletje die ik ook op mijn gezicht heb aangebracht. En dan ga ik die kleur aanbrengen hier zo in de binnenste ooghoek een klein beetje. En dan heb ik alle oogkwasten gebruikt, behalve deze spoelie, maar dat is voor de wenkbrauwen. En ik heb alle kleuren van dit paletje ook gebruikt, behalve de kapotte kleur. En de look is echt best wel mooi geworden. Is het het beste oogschaduwpaletje ever? Nee. Maar voor een beginner is zo'n paletje echt wel ideaal. De kwasten zijn ook wel enigszins fijn, maar wel klein. Dus ze gaan alleen maar fijn zijn als je kleine ogen hebt. Dan ga ik eventjes mijn ogen afmaken, mascara, nep, wimpers, etc. En dan gaan we verder met het volgende product en dat is voor de lippen. Oké, daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. De nep wimpers die ik op heb zijn van Maria Malky Cosmetics in de stijl Leana. Deze stijl Leana is echt mijn go-to wimperstijl als ik gewoon iets ga doen en gewoon een soort van soft glam natural lookje op heb. Niet dat het natuurlijk is, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Nou gaan we verder met het laatste product en dat is voor de lippen. En dit product, toen ik het zag online, dit maakte mij het meest enthousiast van heel deze collectie. Dit is de She Glam Glam 101 Lipstick en Liner Duo. En dit is dus ook weer, net als de kwasten, zo'n product
product. Met allebei de kanten heb je een lippot, een loodje en een lipstick. Ik vind dat echt ideaal, want ik gebruik letterlijk altijd een lippot, een loodje. Wat ik ook opdoe, een lipgloss, lipstick, matte liquid lipstick. Er moet altijd een bijpassend lippot, een loodje bij zitten. En hier heb je dat gewoon gelijk erbij. Dus je hoeft niet helemaal op zoek te gaan naar iets wat erbij past. Je hebt hem in 3 kleuren. Ik heb ze gewoon letterlijk alle 3 gekocht. Ik zie wel hier online dat ze alle 3 zijn uitverkocht. Maar hopelijk komen ze snel terug. Ik ga beginnen met de lichtste kleur. Dit is de lichtste kleur. Die heet Soft J. En dit is een hele mooie lichte nude kleur. Alle 3 de kleuren zijn een beetje nude, bruinige, warme kleurtjes. En zoals je kunt zien heb je dus 2 zijdes. Hier is de kant van het lippotloodje. En hier is de lipstickkant. Dit is een beetje een rozige bruine nude kleur. Oké, dit is echt een hele mooie lichte kleur. Het lippotloodje was niet zo fijn. Er kwam niet echt heel veel pigment af. De lipstick heeft wel echt wat pigment. Het is een beetje een cool tone kleur. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat die warm ging zijn. Maar dat is het niet. Het is echt cool tone. En het voelt op zich wel gewoon fijn aan. Het enige wat ik minder vond was het potloodje. De volgende kleur die ik ga aanbrengen is de kleur Warm Nude MAC. En dit is de medium kleur. Jongens, deze kleur is echt prachtig. Kijk wat voor een mooie nude bruine kleur dit is. Het is ook echt een bruine kleur. Er zit geen roze in, oranje, whatever. Het is echt letterlijk bruin. Ik vind het echt fantastisch. Het potloodje was ook veel beter dan die lichtere kleur. Er kwam gewoon wat pigment af. Ik vond het potloodje wel nog steeds een tikkeltje droog en stroef. Maar er kwam tenminste meer pigment vanaf. En dat vind ik fijn. De lipstick is ook weer gewoon mooi mat. Dit is echt een kleur die ik gewoon dagelijks zou gebruiken. Ik vind hem echt prachtig. Ik hou deze look ook op vandaag. Ik heb de laatste kleur nog niet opgedaan. Maar ik denk dat dit de kleur gaat zijn die ik vandaag de hele dag op ga laten. Echt fantastisch. Dan gaan we nou in met de laatste kleur. De donkerste kleur. En dit is de kleur Deep Caramel. Ook deze kleur is prachtig. Het is bijna alsof hoe donkerder de kleur gaat, hoe beter het product wordt. Ook dit lippotloodje had gewoon goede pigment. Nogmaals, weer een klein beetje droog en stroef, maar nothing too much. De lipste kleur is ook echt prachtig. Dit zou ook echt prachtig zijn als een mooie nude kleur, als je een iets donkerdere huidskleur hebt. Ook wel weer een beetje een koele ondertoon, maar wel echt heel erg mooi. Ook dit is een kleur die ik zou dragen. Echt fantastisch. Ze zijn helemaal mat, maar ze voelen niet uitdrogend aan of zo. Ik vind dit echt fijne lipsticks. De enige die ik iets minder vond was de lichtste kleur, maar de medium en de donkere kleur echt super mooi. Kijk even dit, jongens. I love it. Nou, dan zijn we klaar. Ik ga mijn gezicht sprayen met wat fixing spray. Ik gebruik denk ik mijn Morphe fixing spray en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn hele review en dit is de hele make-up look. Wat vinden we van de look? Ik vind het heel mooi. Ik ben blij dat het goed is gegaan vandaag, want ik moet nog naar de bios vanavond en alles. Dus ik had geen zin om me weer opnieuw te moeten opmaken, maar dat ga ik ook echt zeker niet doen. Ik hou deze make-up look op. Ik vind het heel erg mooi. Wat vind ik nou van de hele collectie? Ik zal eventjes vliegensvlug vertellen wat ik er nou uiteindelijk van vind. Deze lipsticks vind ik echt het beste product van de hele collectie. Ik ben er heel enthousiast over. De lichte kleur niet zo, maar de medium en donkere kleur allebei heel erg mooi als je houdt van een mooie matte look. Dit paletje vind ik ook heel erg mooi. Een hele mooie blush en een hele mooie highlighter. Niet too much, gewoon ideaal ook voor beginners. Dit paletje, het is wel echt een beginnerspaletje. Het heeft ook niet echt super veel pigment. Je zou denken elk oogschaduwpaletje moet veel pigment hebben, anders is hij slecht. Voor een beginner is dat dus niet. Voor iemand die net begint is het juist beter als er wat minder pigment in zit, want dan is het ook wat moeilijker om een fout te maken. Als er gelijk heel veel pigment in zit en je gaat in en je blendt het niet goed uit, dan wordt het echt een mes. Dus voor een beginner raad ik dit paletje zeker aan. De kwasten zijn voor mij een beetje een moas. Ze zijn wel fijn, maar ik vind ze sowieso allemaal veel te klein. Zowel de gezichts- als de oogkwasten. Dus ik persoonlijk zou ze niet meer gebruiken. Als jij een beginner bent en je hebt vrij kleine ogen en een niet al te groot gezicht, dan kun je ze eventueel fijn vinden. Maar ik moet zeggen, ik heb ook niet echt een heel groot hoofd en voor mij werkt het ook niet echt. Dus de kwasten zijn voor mij een beetje een moas. Al met al vond ik het wel een hele leuke collectie. Ik vind heel leuk dat er weer een merk is die zich een beetje heeft gericht op de beginners. En ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video en de video leuk vinden. Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. Laat me weten wat je van de look vindt en van de collectie. En zoals ik al toen straks zei, alles wat ik heb gebruikt vandaag staat beneden in de beschrijving. En als je iets wilt hebben vandaag, vergeet mijn kortingscode niet. Dan hoef je 15% minder te betalen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!